Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met wisselend bewolkt beeld in de ochtend wat wolkenvelden. Daarna ruimte voor de zon, vooral in het westen en noorden van het land en in land. Inwaarts hebben we stapelwolken. En die stapelwolken kunnen we heel goed zien op de satellietfoto ontstaan in de afgelopen uren. Op de meeste plaatsen is het droog lokaal. Misschien een enkele bui zou kunnen. Maar als later vanmiddag en vanavond die stapelwolken weer gaan instorten ja, dan bleek het ook dat de buienkans voorbij is vanavond. Dus vrij helder weer. De stapelwolken verdwijnen langzaam maar zeker. En de temperatuur ligt in het binnenland rond de graad of 12. Komende nacht op een graad of 7. Met wat wolken ook wel opklaringen en het kan hier en daar wat nevelig worden. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten. Bij zee is die matig, landinwaarts stelt de wind weinig voor. Morgen matige zuidwestelijke wind. Eerst ruimte voor de zon, dan opnieuw stapelwolken. En in de loop van de dag gaan er toch wel weer wat buien ontstaan. De buikans is wat groter dan vandaag. Temperaturen zo tussen de 16 en 19 graden, misschien op een enkele plek 20, maar dat is echt heel misschien. Die kans op 20 graden is overigens donderdag duidelijk wel groter in het binnenland. Ruimte voor de zon. Een enkele bui, vooral nog in het noordoosten van het land, maar verder een tamelijk droge dag, met dus geregelde zon en nog altijd niet veel wind. Dan gaan we naar de vrijdag. Weinig verandering en enkele buien. Wat zonnegraad of 18. Zaterdag wordt het meer dan 20 graden. Maar in de loop van de dag neemt de buienkans wel sterk toe. En het kunnen best pittige exemplaren zijn. Misschien wel met onweer erbij en een flinke plons regenwater. Dan is het zondag na die buien even wat koeler. Maandag ook. En dan lijkt langzaam maar zeker de temperatuur toch weer een stijgende lijn te pakken. En komen we rond of zelfs boven de 20 graden uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl